Good, Kelvin. Mijn naam is Kelvin, beter bekend als Calvin, a.k.a. de man die hier en daar soms mensen roast. En vandaag is het weer feest, we gaan er weer voor. Hey, what's good, man? Leuk dat jullie weer kijken. Mocht je nog geen onderdeel zijn van de Kelfam, doe dat dan sowieso door je even te abonneren. Oh, sorry, wacht. Oh, sorry, blijf daar. Mocht je inmiddels bekend zijn... Oh, wacht, wacht. Mocht je inmiddels bekend zijn met mijn kanaal en met mijn series, dan weet je dat ik soms YouTubers roast. En sommige mensen vinden dat leuk. En sommige mensen vinden dat minder leuk. Nou ja, ik hoop niet dat dit je beste grap is, Kel. Wat ik daarbij nog even wil zeggen met een iets wat serieuzere noot is dat ik niet mensen roast omdat ik ze wil pesten of iets dergelijks. Ik vraag altijd toestemming of het goed is. Net als wat jij zou moeten doen als jij iemand roast. Ga niet iemand op jouw school of op het schoolplein pesten of iets dergelijks omdat je denkt dat dat tof is, omdat ik het doe. Het is niet tof om iemand te roasten zonder dat hij het weet. It's not fucking good, oké? Oké, dat was even de politiek correcte Kelvin. Laten we beginnen met de roast of die Tim. Toen ik begon met het schrijven van deze roast kreeg ik een soort paniekaanval. Ik raakte echt even in paniek. Ik dacht, hoe kan het zo makkelijk zijn om iemand te roasten die zichzelf altijd al roast? Ik wist het. Ik kan gewoon achteroverleunen en ik kan hem gewoon het werk laten doen. We zijn in de provincie Flevoland. Ja, de hoofdstad is van Flevoland, Almere. Oh nee, het is gewoon Amsterdam, kill. Kan niet, kan niet, kan niet, kan niet. In de fik. Gewoon kleine F-I-K. What the fuck is dit? Wat doet deze man? Dit kan niet. Dit is disrespect, man, Calvin. Maar oké, ik ga gewoon mijn best doen, mensen. Ik ga gewoon mijn best doen om Tim te roasten. Tim van Teunenbroek. Ik weet het, klinkt als een soort presentator van eigen huis en tuin of zo. Maar nee, was maar zo'n feest. Kill, vandaag gaan we tuinieren. En we beginnen met onkruid, Wiedertje. Het onkruid groeit tussen de tegels. Uit de dakgoot en zoals bij mij, uit mijn kindje. Ekkel. Nee, Tim van Teunenbroek. Het is de echte naam van die Tim. En laat ik beginnen met wat positieve dingen. Zo houdt Tim bijvoorbeeld het record voor minst verstaanbare Nederlander ooit. Ik zweer het je, als ik een hele paprika in mijn mond stop, ben ik gewoon nog verstaanbaarder dan deze guy. We zouden Tim gewoon zo'n apparaat moeten geven, net als Stephen Hawking. It could design improvements to itself. Nu we het over hebben, Stephen Hawking en Tim lijken best wel een beetje op elkaar. Tim weet waarschijnlijk niet eens wie Stephen Hawking is. No man bro, ik zeg heel eerlijk. Ja, dat dacht ik al. Lekker bezig, Tim. Sorry man. Naast het minst verstaanbare mens ooit, is hij ook het minst ontwikkelde mens ooit. Kijk, in de ontwikkeling van de aap naar de mens zie je dat er een geleidelijke transformatie plaatsvindt. En dan uiteindelijk krijg je Tim. Ik snap het bro, voor geschiedenis had ik een 7,5. Tim is zo dom, toen hij hoorde dat ik hem ging roasten, dacht hij dat we gingen barbecuen. Tim is zo dom, als je hem vraagt, hey, hoe wil je vlees, zegt hij, met kleine F. Die F en die V, die haal ik wel door elkaar, maar ik denk dat meerdere mensen dat ook hebben. Ik denk Tim aan dat. Oké, genoeg. Mocht je nou nog niet weten over wie het gaat, die Tim ging vroeger onder de naam Snapking. En nu omdat hij de oude versie van zichzelf achter zich wil laten, heeft hij besloten om Snapking te veranderen in die Tim. Net alsof als je ergens die voor zet, dat het gewoon allemaal weer goed is. Adolf Hitler noemde zichzelf op een bepaald moment ook die Adolf. En toen waren in één keer alle verzetstrijders van, ah joh, dat gedoe met die Joden, Santerover, geen probleem. Voordat je Tim helemaal kan begrijpen, moeten we eigenlijk even terug naar het begin. Namelijk het tijdperk van de neppe pranks. Wat is dit, jongens? Troep. Daarnaast kun je hem ook kennen van de McDrive, waar hij altijd voor het nodige entertainment zorgt. Ik wil mijn geld terug, Chinees terugkomen, joh. Wat loop je met mijn geld weg? Of je kent hem als de slechts Duits sprekende Nederlander ooit. Echt schoenen doen. Sorry. En schoenen doen hier. Calvin, spreek jij het eens uit. En schoenen doen. En schoenen doen. En schoenen doen. Ai, je kan het. Of je kent hem simpelweg als die sukkel die huilie huilie deed op tv. Ik maak ook fouten. Fouten zijn om te leren. En ik heb best wel veel fouten gemaakt in mijn leven. Oh ja, of je kent hem als de jongen die stiekem op je vriendin geldt. Tim, I see you, motherfucker. Ik kom hier later op terug. Ik zeg je eerlijk, man, Calvin. Je hebt een goede meid. Wees trots erop, man. En hou erbij, denk. Of je kent hem als die onwijs stoere, heldhaftige, aardige en lieve jongen die strijdt voor wereldvrede en altijd het beste in iedereen naar boven wil halen. Levi, kunnen we dit, kan dit even, kun je dit eruit editen? Ja, dankjewel. Dit,
Thanks, dit zat echt. Ik weet niet waar dit vandaan komt, maar dit hoort niet in dit. Nee. Tim is een mogoltje. Ja, kijk alleen maar allemaal even naar zijn banner. Hij is prachtig. Nee. Ik vind hem wel smooth, man. En waarom drie keer? Is het zodat we er drie keer aan herinnerd kunnen worden wat voor domme bek je eigenlijk hebt? Of zodat je drie Aziaten tegelijkertijd kan uitschelden? Of zodat je drie keer tegelijkertijd vreemd kan gaan? Kan niet. En dan heb je nog de stem. De stem van Tim. En heel veel mensen zeggen dat hij slist, maar dat vind ik niet eens het meest opvallende, oké? Okay? Wat ik het meest opvallend vind, is dat hij gewoon... Hij klinkt als een baby met een baard in de keel. Hun Instagram. Zo spreken baby's Instagram uit. Papa, mag ik op Instagram? Dan wil ik gewoon mijn grote excuses... Grote excuses! Hij kan gewoon de R niet uitspreken. Het is eigenlijk best wel sneu. Bij de honderdste bellen. Honderdste bellen! Wat voor bellen, Tim? Bedoel je bellen? Of bellen Perez? Of bellen en het beest? Wat de fuck bedoel je? Oké, genoeg over zijn spraakverbek. Tim heeft ook een hele leuke serie genaamd All You Need Is Tim. Ik wil even inhaken op het feit... Wat de fuck is dit? What the fuck, Tim? Ah, je weet toch. All You Need Is Tim. Ik moet gewoon altijd heel lachen als ik zulke soort foto's zie van zulke soort dudes. Wat ben je, een soort AliExpress versie van een Chippendale of zo? Ik gym gewoon, man, bro. Misschien moet jij ook eens gewoon gaan gymmen. Tim, je lijkt op een verleider van Temptation Island. Ah, die was goed. Of doe je mee aan dat nieuwe programma op RTL 5? Strippers met een spraakgebrek. Welkom dat je kijkt. Is Tim trouwens op de hoogte van het feit dat welkom dat je kijkt gewoon geen goede Nederlandse zin is? Ik twijfel serieus of hij weet dat dat geen Nederlands is. Het is hetzelfde als dat je zegt, hallo dat je er bent. Groetjes dat je gaat. Wat ook leuk is aan Tim, ja, we gaan maar door, het is een feest. Hij heeft allemaal kinderen opgelicht met een 0900 nummer. Oh, dat is niet grappig, man. Wat heel veel geld kostte en dat heeft hij allemaal kinderen mee genaaid. Ja, zeker. Hij wou contact met zijn kijkers. En dat kun je natuurlijk niemand kwalijk nemen, dat snap ik. Het is leuk om contact te hebben met je kijkers. Maar bij RTL Late Night gaf hij de volgende verklaring. Een 09 nummer kost altijd geld. Er was geen andere mogelijkheid. Tim, een simkaart is tegenwoordig letterlijk 2,5 euro. 2,5 euro voor een telefoonnummer. Hoezo is er geen andere manier? Hou je bek! Oké, misschien heeft Tim nog wel wat meer te zeggen. Kom mijn 06 in doen, maar ja, dan word ik volop... Is gewoon mijn zakelijke privé-nummer, dat kan ook niet. Wacht even. Zakelijke privé-nummer? Wat? Zakelijke privé is gewoon... Het slaat nergens op! Het slaat nergens op, dus hou je bek. Tim heeft ook een werkstraf gekregen van 40 uur... omdat hij iemand met het Down-syndroom ging uitschelden. En wat ik dan bizar vind aan dit verhaal... is dat ik nog nooit heb gezien dat als iemand met het syndroom van Down uitscheldt... dat hij dan daarna ook automatisch in één keer zelf het syndroom van Down heeft. Heel veel respect voor die Tim. Ik ben trots op jou. Ga zo door. En die Tim, ik had gisteren een spreekbeurt over autisme. Dat heb ik namelijk. En ik heb ADHD en PDD-NOS. Is er naar die fanaccount. Tim scheldt mensen uit met een beperking en zijn enige fanaccount is iemand met autisme. Ik snap het gewoon. Goed, ze hebben de beelden van Tim waarin die mensen uitscheldt ook bij RTL Late Night laten zien en dit was zijn reactie. Dit zijn ten eerste hele oude beelden van mij. stop. Bro. Dit waren hele oude beelden van mij. Het is net alsof dat het goed praat. Als het dan oude beelden zijn, dat het dan in één keer niet meer erg is. Alright, Osama Bin Laden. Waarom heb jij een terroristische aanslag gepleegd op de Twin Towers? Dit zijn ten eerste hele oude beelden van mij. Alright, oké. Nou, Osama Bin Laden, het maakt niks meer uit. Vertrek, geniet van je vrijheid. Dag. Kan niet. Stop. Ik sta 5-0 achter, man, Calvin. Ik ga je terugpakken. Genoeg over dingen uit het verleden. We gaan door met dingen van het heden. Namelijk, ik liet het eerder deze video al weten. Tim is een beetje hitsig en een beetje verliefd op mijn vriendinnetje. Genaamd Nina. Nina? Ja, dat klopt. Kijk maar, dit is een doodnormale foto van Nina op Instagram. En dan zie je daarnaast een fucking comment staan van Tim. What you doing, motherfucker? You fucking with my privé? Is gewoon mijn zakelijke privé? Mijn zakelijke privé? Waarom zou je die handjes plaatsen? Ik weet je wat? Doe het echt ook maar. Alleen maar communiceren met handgebaren, Tim. Oké, dan hoeven je debiele stem in ieder geval niet meer te horen. Ik wist het. En als je nou denkt, ah joh, Kelvin, die handjes, daar is toch niks aan de hand. Oké, eerlijk, klopt. Er is nog een video waarin Nina te gast was, waar hij deze comment onder plaatste. Hard eyes, motherfucker! Maar ik zeg je eerlijk,
Is Darren daar in die video? Ik zeg, je mag echt trots op zijn, man Calvin. Ik hoop dat jullie sowieso gelukkig worden samen. Dat sowieso. Ik kan je nu zelf gaan roosten, hè? Maar ik denk dat ik beter gewoon Olivia Hopman aan het woord kan laten. Wow, eerst probeer je Femke terug te krijgen en zeg je dingen die echt niet waar zijn. En dan nu ga je flirten met Nina Dombo, echt hoe. Ah. Nina is trouwens niet de enige waar Tim op geilt. Ik zou Sophie Wilting echt als wife willen, man. Waarop Lise van Wijk reageerde. Een relatie met te veel niveauverschil werkt nooit zo goed. Ik vind het fantastisch. Ik hoef gewoon niks te doen. Het universum helpt zichzelf. I love it. It's amazing. It's fucking great. Koop mijn boek. Calvin.nl. Dankjewel. Tim heeft op Instagram een screenshot geplaatst. En daaronder staat... Bro, kom we ruilen, man. Dat is zo oud. En je weet het. Dit kan niet. Zo kan je gewoon... Zo kan je niet zijn, vriend. Maar zo kan je niet zijn, man. Ik was... Dat is dom van me. Je hebt gelijk. Besef alleen eventjes dit fragment, oké? Okay? Dit is een fragment dat Tim Femke probeert terug te winnen door een of ander gedicht. Het waren periodes toen hadden we beide niet. Even de bloem vasthouden. Je moet het even vasthouden. Het zijn gewoon een stel kleine kinderen. Ik zeg het je. Het is gewoon babytaal. Kijk deze blik van Femke. Oké, de zin, nu is het uit, dus waren er gevoelens, was het niet. What? Wanneer leer je het nou, Tim? Je kan niet praten. Oké, ga dan geen gedichten maken voor je ex. Het is hetzelfde als iemand die blind is, een schilderij gaat maken voor zijn ex. Dat slaat gewoon helemaal nergens op. Bro, ik heb het gedicht zelf niet geschreven. Dat was mijn ghostwriter. Femke's reactie was dit. Ja, wij altijd. Waarop Tim het volgende zei. Het was meer van dat het leuk... Ja, klinkte in het gedichtje. Klinkte. Ja, klinkte. Klonk. Nederlandse taal. Maar goed, dat was de oude Tim. Oké, we hebben nu de nieuwe Tim. Die Tim. Die Tim die alles heeft verwijderd van vroeger, zodat hij een frisse nieuwe start kon hebben. Die Tim die is vergeten om zijn Twitter te verwijderen. En komt dat even goed uit? Wie geeft me B-Day seks? Sukkels allemaal. Ik ga deschanten van Enzo, ben single G. Blonde meisje, DM is shit, ben man, blauw oog, 60 plus, ben single. Single's best man. Mijn patta is duurder dan je salaris. First look. Wow, zei ik dat allemaal? Dat ben ik niet. Dat is mijn Twitter niet man, kan niet. JB blijft de hardste. Justin Bieber blijft, wauw. Oké. Ouwe bevrijd. En als klap op de vuurpijl. Ben klakvankelijk boos. What the fuck man, met klakvankelijk weer boos door jouw kloerval. Als het mijn Twitter is, grote excuses. Ik word gewoon echt moe. Ik ben gewoon serieus moe na deze roast. Nogmaals, Tim is veranderd. Hij is niet meer de oude Tim. Hij is die Tim. Deze tweets plaats je niet meer. Geen fouten meer, geen domme dingen. Hij doet geen domme dingen meer, zoals hij zelf heeft gezegd. Tim, we hadden een afspraak. Geen domme dingen meer. En dan doe je dit. Fucking hell. Tim is ook volwassen. Tim is zakelijk nu. Je kan hem mailen voor business op dtimentertainment@hotmail.com. Bro. Dat is een beetje alsof je Donald Trump gaat mailen op donaldtrumpwhitehouse@msn.nl. Stop. Hij heeft tegenwoordig ook zijn eigen kantoortje. Als je zoekt op D-Tim Entertainment op Google Maps, dan krijg je het eerste adres. Namelijk die van de psychiatrische inrichting in Almere. Hij gaat elke dag netjes in pak naar werk. En Tim, als ik je over een paar weken tegenkom en je begint tegen me te zeiken over deze roast en dat je hem te heftig vond en dat het echt niet kon en dat het te ernstig was, dan heb ik nog maar één ding tegen je te zeggen. Dit zijn ten eerste hele oude beelden van mij. Even naar Calvin, alleen maar liefde en zoals jullie weten, hou je niet eens Tim. Tim, bedankt dat je mee wou doen. Zelfspot is epic deze dagen. Laat even in de comments weten wie je nog meer wil dat ik roast. En dan doe ik dat de volgende keer. Love you, join the Calvin fam. Abonneren, volg me op Instagram. Bye!